Een mooie minuut stilte. Dus voor Gerge Hoefdraad. Almere City zal ook met rouwbanden spelen. U ziet de opstelling van Jong AZ. De eerste officiële opstelling dus van Maarten Martens. Met een hoop bekende namen die we ook vorig seizoen al hebben gezien. Met her en der een paar nieuwelingen die dan nog vooral eigenlijk op de bank moeten beginnen. Daar de vader van de linksback van Jong AZ. Ruud Gullit is uiteraard komen kijken. Als hij die kans heeft zal hij komen kijken bij zijn zoon. Scheidsrechter Martijn Vos. En Dick van Egmond is ook aanwezig vandaag. Zonder brilletje op. Ja, het is heel raar weer vandaag. Het is af en toe hoost het. Waait het dusdanig hard dat je denkt misschien dat ik mijn winterjas aan moet doen. En nu is er weer een heerlijk zonnetje. En dat is een stuk aangenamer. Bij Almere City is er niet eens zo heel veel veranderd. Lewin is nieuw. Die is gekomen van AZ. Duivenstein is nieuw. Hij is op het middenveld erbij gekomen. En voorin is Pauwels de nieuwe spits. Verheid zorgde daar voorin voor de doelpunten vorig seizoen. Maar goed, die speelt nu bij ADO. Natuurlijk jaren bij AZ gevoetbald. Kampioen geworden, beker gewonnen. En dus ook. Maar ja, toch wel gevoetbald onder Gert-Jan Verbeek. Dat eindigde met het vertrek van Verbeek. En ongeveer een jaar later ook. Oh, het vertrek van Martens. Deze bal is niet heel lekker geraakt. Helstroep, is dat dan Hens? Nee. Wout bedenkt daar zijn verdediging wat in de problemen. Omdat hij die bal helemaal verkeerd raakt. Helstroep. Is dat dan toch precies op de juiste plek? Hij glijdt weg. Hij raakt hem daardoor volledig op de buitenkant van de voet. Helstroep. Mesqua. Ja, houdt hem binnen. Voorzitter, het is ook goed. Daar is de kans en er is het doelpunt. Een eigen doelpunt uiteindelijk. Volgens mij wel wat schlemielig. Duivenstein zit daar in ieder geval bij. 1-0 Almere City. De eerste echte kans in de wedstrijd is dan ook meteen raak. Goeie paas die aan de basis staat van het doelpunt. Maar er zit eigenlijk natuurlijk wel wat geluk ook bij. Deze paas is goed dan Lesqua. Met een bruikbare voorzet. En dan kopt Duivenstein hem. Ja, is de vraag, gaat die bal er ook al in? Zonder dat hij wordt aangeraakt. Maar ja, als Koopmeiners hem niet aanraakt, is er in ieder geval geen doelpunt. Niet te veel risico genomen bij het inschuiven. Dus Boeja Glaven. Die naar Ahanach. 1 tegen 1. Ahanach schiet hem naast. 1 tegen 1 met Thijs Veldhuis. Het balverlies weer geleden door Jong AZ in de opbouw. Duivenstein, Koolwijk, ligt ruimte misschien voor Boeja Glaven als de paas goed is. Nou, meestal is dat sowieso al als Koolwijk hem geeft. Komt dan bij Pauwels. Die heeft wel te veel tijd nodig. Duin gaat van heel ver zelf geprobeerd. En dat is geen gekke poging. Wout laat zien dat hij er in ieder geval wel bij had gezeten. Hij heeft er de traptechniek voor, dat weten we. Boeja Glaven. Die bal valt net niet bij Pauwels, maar valt wel voor Duivenstein. Redding is er. En dan enige paniek toch wel. Bij Jong AZ. Bijna nummer 2 van het seizoen al voor Lens Duivenstein. Griffith. Wedstrijd wordt wat meer open. Bal is goed. Ja, die is heel goed. En dan is weliswaar Wout omspeeld. Maar krijgt Tabouni net de bal niet mee. Om ook nog in het doel te kunnen schieten. Keeper niet helemaal lekker. Daaruit met het uitkomen. Maar hij komt ermee weg. Goeie bal dit. Misschien op het kunstgras ook nog wel iets lastiger in te schatten. Werk van Duivenstein, Boeja Glaven.
weer Raven buitenom. Voorzet. Bereikt Pauwels net niet. En ook Duivenstein kan dan niet profiteren. Prima aanval weer van Almere. Van Flerken probeert de aanval er hier uit te halen. Dat lukt nog niet. Duin. Koopmeiners. Gullit. De Jong. De Jong. Lekker schot. Van verder de Jong. Pauwels. Goed. Berghout bij hem. Oh, gaat hij net op de bal staan omdat het gevaarlijk zou kunnen worden. Maar hij kan nu nog door. Voorzet is goed en het doelpunt niet daar. Met enig ongeloof bij Duivenstein hoe dat dan kan. En dan gaat deze bal over. En uiteindelijk geen 0-2. Hij komt er langs, is Berghout kwijt. En dan staat voor de tweede keer in deze wedstrijd Duivenstein op Reus. Het schot daarna van Ahanag. Een goede paas. Alhaft. Nu de loop. Nee, nog niet in de loop. En dan kiest hij uiteindelijk voor Duivenstein. Dat is meestal een gek idee natuurlijk. Want Duivenstein wil nog wel eens scoren. Maar hier tikt hij de bal net te ver voor zich uit. Boeijer-Laven had de ruimte. Maar Duivenstein mocht het doen. Een uitwedstrijd bezoeken van je ploeg. Natuurlijk ook alweer heerlijk dat het kan, dat het mag. Sta je nog voor ook. Oeh, die bal is niet goed. Griffith, is dat 1? Nee, nee, hij schuift hem voorlangs. Grote fout achterin bij Almere. Sowieso de beste kansen ook voor Jong AZ. Komen er uit voort als bijvoorbeeld Wout iets raars doet. Of in dit geval een van zijn verdedigers. Bal moet voor Wout zijn. Die wel de mooiste zomer heeft gehad. Mogen spelen op de Olympische Spelen. Dat is toch maar weinig gegeven. Keukenkampioen Divisie. En Olympische Spelen in één seizoen. Nou, op zich leer je het al van jongs af aan nooit zo voor je eigen doel uitverdedigen. Maar Jong AZ, blijven ze erin volharden. Brengen ze elkaar steeds in de problemen. Het leidt tot deze schietkans van Alhaft. En dat scheelt niet zo heel veel. Proberen maar die opbouw zo te verzorgen. Ja, speel hem drie keer voor je eigen doel langs. Het gaat één keertje mis. En de tegenstander heeft een grote kans. Weigeren de lange bal te spelen. Dan nog een keer inspelen. Dat kan gewoon niet op dat moment. En het scheelt niet zo heel veel of het is 0-2. Lewin. Pauwels. Goed balletje op Alhaft. Oeh, dat is een lekkere uithaal. Draait net voorlangs. Goed neergelegd door Pauwels. Ja, dat is een fijne streep. Maar net te ver van het doel weg. Och, balletje is iets te hard. Ja, hij houdt hem binnen. En dan is de schietkans ook voor Reserveur. Nee, dat wordt nog geblokt. Alhaft naar zijn linker. Hij zoekt hem, maar schiet te hoog. Tot teleurstelling ook van ploeggenoten. 1 dat hij overschiet, maar 2, of misschien eigenlijk wel 1, dat hij niet overspeelt. Jacobs. Het is echt, ik had zoveel fout. Zulke simpele dingen. Tabouni, naar rust, niet zo heel veel gezien nog. Namelijk de periode dat hij op 10 kon spelen, liet hij zich wel gelden. Dit is goed werk van Barras. Dit is ook een goede paas. Koopmeiners.
Heeft twee ploegenoten echt voor het doel. Koopmanners met links de voorzet en daar is het doelpunt. Gelijkmaker van invaller Margaret. En het begint bij spits Barassi. Die een hoofdrol heeft met zijn felle jagen in het veroveren van de bal. En Almere heeft het ook over zichzelf afgeroepen door veel te laks te zijn eigenlijk na rust. Barassi verovert hier de bal. Dan is deze paas van Buurmeester heel goed in de loop. En heeft de Koopmeiners eigenlijk voor het uitkiezen heel slim. Complimenten toch ook voor Tabouni voor het doel. Die precies weet, nou, ik kan hem niet maken, dus laat ik hem lopen. Want achter me staat invaller Margaret en die maakt hem wel. Een tweetje lukt net niet. Dus moet het even terug. Ja, Buurmeester. Gullit. Goeie bal dit. De Jong geeft voor. De kopkans is daar. En het doelpunt is daar. Barassi. Met de 2-1 voor Jong AZ. Youssouf Barassi. Met zijn schouder. En de vertwijfeling bij Verbeek. Die ziet dat zijn ploeg het na rust helemaal uit handen heeft. Hele goede paas dit. Mooie paas hoor van Jorn Berghout. De voorzet van de jongens goed. En raakt het volgens mij niet eens helemaal perfect zoals hij echt in gedachten had. Maar hij zit wel. Racing. Hakje is goed. Mooie slimme manier iemand vrij te spelen. Maar de voorzet is niet de juiste. Laag teruggetrokken richting rand 16. Daar waar de vooral spelers van Jong AZ stonden. En hier is de invaller Kewel. Net als in de ploeg gekomen. Of hij met instructie. Hou die bal in de ploeg. Maar dat lukt hem niet. Maar weer snel de lange bal richting Arweiler en Pauwels. Dan zijn ze met z'n tweeën. Schot lijkt me toch weer wat te snel van Duivenstein. Maar goed, valt nog weer goed voor Almere City. Van Hoeven legt voor en geen kans voor Pauwels. Die daar wat in het gezicht wordt geraakt. En dan is het afgelopen. En wint Jong AZ. Verrassend van Almere City. Vrijwel alle ploegen die worden geacht om mee te doen om de eerste twee plaatsen. Leiden puntenverlies in de eerste speelronde op deze manier. Eerste helft was nog heel behoorlijk van Almere. Na rust was het veel minder. Met een hoofdrol voor Barassi. Die de bal veroverde in aanloop naar de gelijkmaker. En die zelf zorgde voor de 2-1. Een vervelende entree zo voor Gert-Jan Verbeek. Die zich ook af zal vragen waar het verschil voor en na rust vandaan kwam.